Ik heb heel veel vrijheid om zelf te kiezen waarmee dat ik samenwerk. Nu zijn er een aantal distributeurs waar News en ik zelf al een jarenlange relatie mee heb. Waar dat wij eigenlijk exclusief alle releases van opnemen, uitbrengen. En we beslissen in onderling overleg van we werken daarop of niet. Maar artiesten of labels kunnen ook zelf bij ons aankomen kloppen. Zowel Belgische als buitenlandse artiesten. Ik heb regelmatig contact met management van bepaalde artiesten die eens polsen of dat we interesse hebben in een distributie van een bepaalde artiest. Ik werk ook veel samen met de A&R's van zowel Unday als Eskimo, als de commerciële A&R's die soms met bepaalde platen aankomen draven, waarvan ze zeggen van ja, kijk, ik weet niet of het de moeite waard is om een licentie te nemen, maar misschien moet jij eens contact opnemen voor een distributiedeal en een promodeal. En dat werkt ook omgekeerd, zoals ik daar straks al zei. Bij Netsky dat hebben we eerst een distributie gedaan. En dan praten we met de A&R en dan beslissen we in samenspraak met het label van oké, we nemen een licentie. Dus ja, we werken samen eigenlijk. Dat is het voordeel van een kleine independent als News. Iedereen kent elkaar, iedereen praat heel veel met elkaar, weet waarmee dat ze bezig zijn. Meestal toch. En probeert ja, zo goed mogelijk een plan uit te werken qua deal, qua promotie, qua sales, dat goed werkt voor zowel News als voor de artiest. Als distributeur neem je minder risico, zeker als je geen P&D-deal doet. Als je een pure distributiedeal doet, dan neem je natuurlijk geen fysiek risico. Je hebt natuurlijk wel maar een beperkte werkweek en je moet bepaalde omzet draaien op een jaar, op een week. En op basis daarvan moet je natuurlijk wel beslissen van oké, ik wil hiermee samenwerken of met deze artiest wel en met deze artiest niet samenwerken. Je steekt er wel tijd in en dat is natuurlijk ook geld. Je neemt minder risico, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat we er minder hard op werken. Je steekt er ook tijd in en het is... Je hebt ook een bepaald eergevoel. Je begint niet aan een release te werken als je niet het gevoel hebt dat je er iets uit kunt halen. Het is al moeilijk genoeg tegenwoordig om fysiek product te verkopen. Je kan dan best overtuigd zijn in het product wat je probeert te verkopen of wat je iets probeert in de markt te zetten, want anders lukt het toch niet. Het is belangrijk dat er een verhaal, dat er al een beetje een verhaal is voor een artiest, maar dat is ook niet absoluut noodzakelijk. Er zijn heel veel nieuwe bands waarmee dat we samenwerken. Maar ik moet wel het gevoel hebben dat er een verhaal mogelijk is. Er zijn een aantal artiesten, bepaalde groepjes die in de finale zitten van de Rock Rally bijvoorbeeld, waar ik nu al wel contact mee onderhoud, eventueel voor distributie, ook eventueel voor een licentie. Maar gewoon om goed te kunnen zien van oké, waar zijn ze mee bezig? Is er iets aan het borrelen? Is er een verhaal aan het komen? Soms beslis ik ook iets in distributie te nemen, omdat ik denk dat het verhaal al sterk genoeg is en blijkt het niet sterk genoeg te zijn. Blijken sommige bands te vroeg een album uit te brengen voordat er al... Ja, het is belangrijk dat er al een verhaal is. Het heeft heel weinig zin om al een album uit te brengen voordat je veel optredens hebt gedaan of al enigszins airplay of pers hebt gekregen. Dus ja.